oliebollen. Bas van Balkum is sinds 2 jaar jeugdtrainer bij OJC Rosmalen. De 19-jarige student sport en beweging weet, ondanks een kleine beperking, toch zijn team te coördineren. Ik ben op mijn 4e, dus ballen. Ik ben hierdoor doofgeraakt. Ik heb hierdoor ook een operatie gehad. Ik heb dan ook van 4 tot mijn 7 op een doofschool gezeten in de Vught. Wat zijn dan je beperkingen op het veld, zeg maar? Mijn beperkingen op het veld zijn als ik aan het uitleggen ben of jongens roepen mij en staan verder dan 15 meter van mij af. Dan moet ik ze echt vragen om even dichtbij te gaan staan, anders echt niet hoor. Maar ik hoor ze natuurlijk wel, ik sta ze dan net niet. Kun jij je team in 1 zin omschrijven? Hoe zijn de jongens? Mijn jongens zijn zeer enthousiast. Volgens mijn groep zijn de fijnste groep waar ik mee heb gewerkt. Mag ik niet zeggen. Ik ben Jordi Verhooy, ik ben 18 jaar. Ik doe geen sportopleiding, ik doe gewoon samen met Bas training geven aan OJC D4. Wat zijn jouw zwakke kanten en Bas, zeg maar, de sterke kanten? Hoe vullen jullie elkaar aan? Mijn zwakke kanten zijn meestal, ik ben meer aan het meer leuk omgaan met kinderen en soms zien hun mij, denk ik, meer als een speler van het team. En Bas die staat er echt meer boven als hoofdtrainer, zeg maar.